bestempeld als onredelijk gedrag. Het zou de concurrentiepositie van de bedrijven in het gedrang brengen. Wat wij vragen is niet meer dan het rechtmatig deel voor de werknemers die de rijkdom produceren. Heel wat bedrijven boeren weer goed, dat weten jullie. Want velen onder jullie hebben ons de winstcijfers bezorgd van de ondernemingen waar jullie werken. Enkele voorbeelden. ArcelorMittal, 2,9 miljard dollar. AB InBev, 3,25 miljard euro. GDF Suez, 4,48 miljard euro. Zoveel winst, dat is goed nieuws. Maar wat krijgen wij te horen? Een ontwerp van IPA met 0,0% loonsverhoging voor dit jaar en een schamele 0,3% voor volgend jaar. Van de Algemene Centrale van TABV van Antwerpen, van de scheikunde. En wij staan hier omdat we uiteraard voor dezelfde zaak al actie voeren een aantal weken. En de komende weken nog wel meer actie zullen voeren. Voor dezelfde punten. Hè. De maatregelen van het IPA, een behoud van een index. Een vrije onderhandelingen in de sectoren en de ondernemingen, daar komen we voorop. Het behoud van de brugpensioenregelingen, een beter statuut werknemersbedienden. Samen met LBC willen wij hier vandaag ook wel onze stem laten horen. Ja. En wij vrezen vanuit de Europese ministerraden dat de budgettaire orthodoxie die gepleit wordt vanuit Europa, dat dat een aanval gaat zijn op loonvorming, op index en automatische indexeringen, maar ook op brugpensioen, op het aanvallen van vervroegde uitredingen, het verhogen van de pensioenleeftijd en eigenlijk een hele aanval op het sociaal overleg.